Hey jongens, heel eventjes hier de update voor evenementen die eraan zitten te komen. Voornamelijk Tomo, maar ik zit dit weekend in Elvia. Dus Elvia Arsen, mocht je daar aanwezig zijn, dan hoop ik jullie daar natuurlijk te zien. Maar ik wil het voornamelijk heel eventjes over Tomo Fair hebben in Nijmegen. Sowieso, ik heb er een giveaway voor weggegeven. Dus ik ga eerst eventjes jullie uit de spanning halen en heel eventjes vertellen wie de winnaars zijn. Ik heb ze heel eventjes opgeschreven. Ik zou er 3 weg hebben gegeven. Daar heb ik 5 van gemaakt, omdat ik dat kan. Nee, ik heb... wat meer kaartjes gekregen omdat ik mag daar een tournament gaan organiseren. Meer over dadelijk. Eerst heel eventjes de winnaars. Die komen nu hiernaast heel eventjes in beeld. Dat is Creation Girls X12. Die heeft gewonnen. Quenny34. De Casmi Games. Super Games. En Springtrap de Builder. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om mij heel eventjes een privéberichtje te kunnen sturen op YouTube? Alvast bedankt. Dus nogmaals hier heel eventjes. En natuurlijk gefeliciteerd voor de kaartjes zondag. 1 oktober op Tomo Fair Nijmegen. Tomo Fair Nijmegen, daar mag ik namelijk een tournament gaan presenteren. Dat tournament dat is voor Pokémon Trading Card Game. Wat leuk, mede mogelijk gemaakt door René Cards. Want ja, het grappige is, we hebben het idee gehad om daar dus een tournament te gaan organiseren. Tomo die gaat erin mee, René Cards die sponsort de prijs. We hebben... in totaal 36 boosterpakjes die we weg mogen geven aan de winnaars. Dus eerste plaats krijgt er 10, tweede plaats krijgt er 5 en de derde plaats krijgt er 3 uit het hoofd. En dat kunnen we voor 2 dagen nou, dan heb je op 36 pakketjes. Dat zijn eigenlijk de prijzen. Meer informatie staat hier onder in de beschrijving natuurlijk over hoe dat het tournament gaat. Vanaf 22 september, dat is aankomende vrijdag, kun je eigenlijk al aanmelden voor dit tournament. En ik moet zeggen, ik heb er heel erg veel zin in. Tomo Fair is natuurlijk ook op 30 september, zaterdag de 30e. Dus dan zou je er ook naartoe natuurlijk kunnen gaan. Dus ik zal ook eventjes de link van Tomo er neerzetten. En dat is allemaal dus in dat weekend. Dus ik hoop jullie dat natuurlijk te zien. Nou, zijn er ook veel vragen geweest over First Look 2017. Ben ik weer aanwezig bij 2017 de First Look? Natuurlijk! Waarom is dit een vraag? Zoals elk jaar zal ik ook weer tussen 1 en 2 buiten op het pleintje staan op de jaarbeurs in Utrecht. Voor de mensen die geen kaartje hebben kunnen kopen, zal ik tussen 1 en 2 uur buiten voor de hoofdingang staan. Voor mensen die gewoon heel eventjes in Utrecht in de buurt zijn, zoals elk jaar. En eventjes hoi willen zeggen. Dat is geen enkel probleem, kom gezellig langs. First Look zal zijn een week later, dus dan is het 8e geloof ik, 8 oktober. Uit het hoofd, zaterdag de 8. Ik kijk het heel eventjes na. Correctie, zaterdag de 7e oktober, dus even gum. 7 oktober tussen 1 en 2 zal ik dus buiten op het pleintje staan bij de jaarbeurs in Utrecht. Sowieso vanwege First Look, maar dat ik daar buiten dat je dan een meet en greet. Want geloof me, binnen is het zoeken naar een naald in een hooiberg. Ik heb het al vele jaren daar gehad en het is daar druk, het is daar gezellig. Ja, ik ga daar ook weer vloggen, dus dat gaat gewoon heel erg gezellig worden. Dus misschien zie ik je daar ook, lijkt me hartstikke leuk. Verder is er ook nog een evenement in Amstelveen voor de Pokémon Go spelers. In Amstelveen zal er Pokémon Go te doen zijn, geloof ik. Daar is dan een evenement van de Pokémon... Hoe heet het dan ook alweer? Pokémon Safari? Goh, kan ik nog op naam komen vandaag. De Pokémon Safari, daar is dus de bedoeling... Ik weet niet wat er eigenlijk de bedoeling is. Ik heb gehoord dat er heel veel exclusieve Pokémon te vangen zijn. Met 3500 kaarten die ze geven ofzo. Dat wordt allemaal op Facebook. / Pokémon Go Nederland Amstelveen. Dat zou 14 oktober zijn. Ik ben er aanwezig. Erik is er aanwezig. Ik weet niet of Gregory en anderen ook aanwezig zijn. Lijkt me hartstikke leuk om jullie daar natuurlijk ook bij te betrekken. Want ja, woon je dicht bij Amstelveen, denk je bij jaren van... Pokémon Go, dat gaat awesome worden! Nou, dan zou ik zeggen, ik kom er gezellig naartoe. En ja, dat is heel eigenlijk eventjes de updaten reeks die ik eigenlijk wou geven. Dus ik hoop dat ik jullie daar ergens kan zien. Nou heb ik nog één leuk dingetje. Ik heb nog wat vrijkaartjes over voor Tomo Fair voor de zondag. Dus 1 oktober. Dus zondag 1 oktober, ja. Wil je daar nou aan... heb je nou dus geen prijs gewonnen? Dat lijkt me sterk, want ik heb iedereen opgenoemd. Dus iedereen die heeft nou een prijsje voor die ticket. Maar... wil je er toch aan meedoen, dan kan dat ook in deze video. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is natuurlijk een comment te plaatsen. Met daar ergens in vermeld hashtag Tomo. Heel eventjes een klein dingetje daarover. Ik kreeg soms nog wel eens een paar comments binnen wat echt alleen maar de hashtag is. En verder helemaal geen comment. Die comments werken niet. Die pakt mijn systeem ook niet op. Dus het moet echt een comment zijn met hashtag Tomo.
Dus dan weten jullie daarvan. In ieder geval, ik ga gauw even verder opnemen. Want ik heb natuurlijk ook nog deze te unboxen. Mede mogelijk gemaakt door Hiermee Korts. En ik hoop jullie dus op een van de opgenoemde evenementen te zien. Het zijn 4 evenementen, dus ik hoop jullie daar misschien tegen te komen. Lijkt me hartstikke leuk. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken naar deze update video. En tot snel! Doei!